Feit. Feit of fictie. Dus over het overbelaste stroomnetwerk. Ja, we hebben het natuurlijk allemaal gehoord, hè, dat nieuwe bedrijven in Limburg en Brabant zich net als in Noord-Holland niet meer kunnen aansluiten door een overvol stroomnetwerk. Vanmorgen in het Radio 1-journaal zei voorzitter van MKB Limburg, Martijn van Helvert, dit erover. We praten al decennia over die transitie. We moesten al van het kolen af, van het gas af, van de olie af. We moeten allemaal naar elektriciteit. Het is echt niet dat we daar vorige maand mee begonnen zijn met die discussie. Maar de infrastructuurbeheerder en de overheid hebben vrijwel niets gedaan aan dat net. Want het is echt al lang bekend. Ja, Martijn van Helbert, het oud-CDA-kamerlid was dat. Nu dus voorzitter van MKB Limburg. Ja. En ze zagen het aankomen, zegt hij, en ze hebben vrijwel niks gedaan. Ja, dan bedoelt hij zichzelf misschien daar ook nog. Maar goed, we gaan het uitzoeken. Ja. Is dat echt zo? We spraken erover met hoogleraar Future Energy Systems, Ad van Wijk. Die legt allereerst uit, als je een extra kabel wil aanleggen, dat je dan een hele vergunningenprocedure ingaat. Nou, die duurt 3, 4, 5 jaar. En dan moet je die kabel nog gaan aanleggen. Dus je bent al gauw 5 tot 6 tot 7 jaar verder. En dat nekt nu die hele snelle uitbreiding. Ja, dus die netbeheerders die kunnen het gewoon niet bijbenen. Nee, want dit is nog maar 1 kabel. Ja. Maar we waren natuurlijk benieuwd of er dan überhaupt wel iets is gedaan. Dus dat hebben we even aan Tennet zelf gevraagd, een van de netbeheerders. We spraken woordvoerder Jorrit de Jong. De netbeheerders zijn eigenlijk ook al jarenlang bezig om de investeringen te doen. Je moet eigenlijk nagaan dat een investering in het hoogspanningsnet, dus het aanleggen van een nieuw hoogspanningsstation of een nieuwe verbinding, dat kost de netbeheerder ongeveer 8 tot 10 jaar. En daarvan gaat 6 tot 8 jaar zitten in voorbereiding voor het aanvragen van vergunningen. Voor het doorlopen van procedures, tijd nemen voor inspraak van de omgeving. Ja, en zagen ze de enorme piek van nu dan wel aankomen? Ja, natuurlijk zagen ze dat. We zien het ook al een tijd aankomen dat er veel meer vraag ontstaat. En ook veel meer aansluitingsvragen voor wind- en zonneparken. Maar ook aan de kant van bedrijven zien we dat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en verduurzamingsinitiatieven in de industrie lopen. Ja, en als ze al wisten dat dit zou gebeuren, waarom hebben ze dan niet al jaren eerder die procedure versneld, zodat ze hierop konden inspelen? Ja, nou, dat komt volgens Laurens de Vries, hoogleraar aan de faculteit Technologie, Beleid en Management van TU Delft, door de impact op de natuur. Die is vaak groot en daar moeten dan ellenlange gesprekken over worden gevoerd. En voordat netbeheerders zich aan strenge afspraken moeten houden. We hebben bij de liberalisering van de stroommarkt voor gekozen om de netbeheerders vrij stevig te reguleren om te zorgen dat ze niet zouden overinvesteren. Dus ze mogen niet zomaar, ze hebben geen carte blanche om maar naar behoeven te investeren. Ja, dus investeringen om de capaciteit van het stroomnet te vergroten, die zijn gedaan. Ze zijn er al jaren mee bezig, maar wetten en regels staan de snelheid in de weg. Wat is dan de conclusie? Ja, dat netbeheerders vrijwel niets hebben gedaan om de problemen van nu te voorkomen, zoals Martijn van Helvert het zei vanmorgen, is echt te kort door de bocht, dus het is fictie. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.